Oh my god! Look at that paard! Look at that paard! Kijk naar dat paard! Het is een shiny ponyta, bitch! Shiny ponyta! Die had ik nog niet! Die had ik nog niet! Shiny paard, nou die had ik nog niet! Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Heb je mijn paard al gezien? Het is een shiny ponyta. De grap van deze aflevering schuiven we even door naar het einde. We hebben eventjes prioriteiten. Een shiny fucking ponyta. Ik was eventjes lekker door het gras aan het lopen voordat de aflevering begint. En opeens, boom! Een shiny ponyta. Een zeldzaam glimmend paard met blauwe vlammen. Fucking vet! Ik kom nooit shinies tegen! Ik ben een complete YouTube carrière, in een complete leven, twee shinies tegengekomen. En beide keren was ik aan het opnemen. Ik heb bijna geen ballen meer bij me, ik ga niet eens proberen hem te verzwakken. Dit is het moment om mijn masterbal te gebruiken, want als ik die shiny pony daar dood maak, dan haat ik mezelf te erg. Ho, gaat hij erin? Gaat hij erin? Maar natuurlijk! Het is een fucking pony daar! Ik ben zo blij! Echt! Ik bedacht me laatst dat ik weer te denken over shinies. En ik had vroeger wel shinies, toen ik nog geen YouTube video's maakte, maar die waren allemaal gehackt. Dan hadden vrienden shinies, die kon je of incheaten als shiny, of ze vingen een shiny. En dan met een bepaalde truc in Pokémon Emerald kon je ze klonen. Had je er twee, kreeg ik er eentje. En ik heb één keer een shiny gevangen, dat was tijdens het opnemen. En ik dacht al sowieso dat mensen me niet gaan geloven. Want er is gewoon op de Game Boy een cheat waar al je Pokémon shiny worden, zoals in de Shiny Ruby Randomizer. Ik speel dit niet op een Game Boy emulator, maar in een los programma, waar ik zelf helemaal geen cheats in kan doen. Geloof me, deze ponyta is echt. Ik noem hem Tamponi. Is dat niet de beste username ooit? Stop me lekker in Bills PC, we hebben hem te pakken. En nu kan ik meteen een leuk verhaaltje ophangen. Dat is leuk, Rick. We hebben maar geen zin in leuke verhaaltjes. Nou, je krijgt ze toch. Wij mensen zijn namelijk heel goed in het herkennen van patronen. En mijn brein zegt nu meteen, wow Rick, in de 400 uur Pokémon gameplay op FireRed had je nooit een shiny, maar in de paar tientallen uren dat je Pokémon video's maakt, twee keer. Oftewel, je hebt alleen shinies als je opneemt. Dan krijg je dat soort hele rare theorieën die ontstaan. Slaan natuurlijk helemaal nergens op, maar zo zijn wij mensen. Wij gaan rare verbanden leggen. En een aantal van die verbanden zijn ook echt dingen geworden. In het Japans hebben ze een woord voor wanneer je een boekenwinkel inloopt en dan opeens moet poepen. Dit is blijkbaar een ding. Ik weet niet of ik dit zelf ooit ervaren heb, maar heel veel mensen beschrijven dit gevoel. Dat je een boekenwinkel inloopt en dan opeens moet je poepen. Ja, zo werkt dat. Werkt deze aanval trouwens? Want, of doet het geen damage? Want ik kreeg zo in één keer zo de vraag, wil je Skull Bash leren? Toen zei ik, ja, is goed. Alleen, het mist alleen maar en het doet helemaal niks. Nou, dankjewel game voor het leren van Skull Bash. Voor de rest heb je nog zo'n soortgelijk iets, dat heet het Chinese restaurantsyndroom. Is er redelijk veel onderzoek naar gedaan. Dat is het fenomeen dat wanneer mensen naar een Chinees restaurant gaan, dat ze daarna ziek worden, diarree krijgen, etcetera, etcetera. En er moet dan iets van verband zijn met Chinese restaurants. I don't know. Moraal van het verhaal, ga niet naar boekenwinkels of naar Chinese restaurants. En oh ho ho, Chinese boekenwinkels, daar moet je voor uitpassen. Oppassen, uitkijken. Ik heb zojuist twee woorden in elkaar gevoegd. Oppassen en uitkijken, samen uitpassen. Dat doen mensen wel vaker. Dan heb je bijvoorbeeld printen en uitdrukken. Uitprinten, dat is niet grammaticaal correct, hoor ik mijn Nederlands lerares in mijn oren fluisteren. Het klopt niet, het mag eigenlijk niet. Net zoals opnieuw en over. En daar maken mensen dan overnieuw van. Wat eigenlijk zoveel voorkomt dat het redelijk geaccepteerd is als een ding nu. We gaan nog even kijken of we die Sandslash kunnen stunsporen. En dan kunnen we hem toch nog eventjes met een van mijn laatste pokeballs vangen. Er is nog iets, zo'n raar verbandenwoord ding. Wat niet te maken heeft met of boekenwinkels of ja, rare dingen die uit je bibs komen. Of diarree of normale poep. Ik ben even het woord kwijt. Ik zou op mijn mobiel kunnen kijken, maar dat is een heel duur woord. Het heeft ermee te maken dat wanneer je iets leert, bijvoorbeeld een nieuw woord of een nieuw fenomeen. Van oeh, dit kende ik nog niet, je leert het. Dan een week later kom je het weer tegen en denk je, huh? Volgens mij ben ik dit woord nog nooit in mijn leven tegengekomen sinds vorige week en nu kom ik het weer tegen. Dat is ook een bepaald gedocumenteerd fenomeen wat een heel moeilijk Duits woord heeft. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat toen je het woord nog niet kende, las je er gewoon overheen. Gewoon, huh, ken ik niet. Maar zodra je het kent, denk je, dat ken ik. Heb je vast, ik leer je bij Serpent Gameplay zoveel rare nieuwe woorden. Je bent vast wel een keer, een paar dagen na een video iets tegengekomen dat je dacht van, wow, dat is toevallig. Ik heb het in ieder geval wel vaak. Net zoals ik al een tijdje geleden die video van The Serpent 27.
En heel veel mensen hadden gewoon de reclame van de Legend 27 op de video van de Serpent 27. Dat is grappige shit. Ik heb wel eens op YouTube dat ik een trailer wil zien van een nieuwe film of een nieuwe game. En heb ik als reclame op die video de trailer van de film. Zo van, yo, ik wilde de trailer al zien. Toch bedankt hiervoor, I guess. Ik loop wel echt heel netjes langs alle trainers. Het is nog steeds donker in de Pokémon-wereld. Wat een duistere wereld om in te wonen. Als je trouwens denkt, Rick, wat voor lelijk gewaad heb je aan? Dit. Het is mijn ceremoniële Satan robe. Nee, het is mijn badjas. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik wilde eigenlijk niet gaan douchen. Ik stink liever, maar... Oké, het wordt een beetje persoonlijk. Maar ik had dus diarree van de Chinese boekwinkel. En... ik had wel diarree. Als ik diarree heb, voel ik me wel heel smerig. En terecht. Dus het ging douchen. Tadaa! En ja, na het douchen had ik geen zin meer om mijn normale kleren aan te doen. Dus, toen deed ik mijn badjas aan. En toen ging ik Pokémon opnemen. Ik wilde eigenlijk geen Pokémon meer opnemen, ik voel me niet zo lekker. Maar ja, ik had die Ponyta nog. Ik vond het een beetje lame om de nieuwe aflevering binnen te komen met... Hey guys, ik heb een shiny gevangen. Dus ja, daarom. Ik heb geen idee wat deze mevrouw aan het zeggen is. Woorden, 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 Engels, Engels, Engels. Ik hoop dat we nog steeds vrienden kunnen zijn. Want je bent de enige vriend die ik ooit heb gehad. Wow, ik ken je net. Yo, hey, I just met you. And this is crazy. Wil je vrienden zijn? Want ik heb ze niet. Waar ben ik eigenlijk beland? Oh, homo gay. Wat? Hij overleefde de poisoning. Ik denk hij gaat dood. Op 1 HP is hij van zijn poisoning af. Oh, dat is geinig. Wat is hier allemaal te doen? Oh, we zijn hier gewoon weer. Hier waren we toch al. Ja, we zijn gewoon weer terug in de normale wereld of zo. Wat? That's fucked up, man. Ik wist niet dat dat kon. Ja, gewoon langs je de boulder badge hebt. Oké, dus we kunnen nog niet naar de gym toe als het goed is. Of naar de league, want we hebben nog 1 badge tekort. Maar, als het goed is, is die badge soort van hier in de buurt. Laten we eerst even gauw wat extra ultraballs gaan halen. Wel fijn dat die weg gewoon open is. Dan kan ik als deze aflevering af is even gauw alle trainers daar verslaan. En gewoon weer lekker verder met mijn leven. Eerst gaan we even gauw deze kant op. Waar ik... Er zit geen fly dingetje op. Maar je kan er wel heen vliegen. Oké, fantastische logica. Alles is nog steeds wel een beetje bevroren. We kunnen even gaan onze Ponyta bekijken. Die moet eigenlijk wel in ons team. Weet je, we hebben al vuur-Pokémon in ons team. Die krachtiger zijn, maar... Het is een shiny Ponyta. Kom op, jongens. Ik kan sowieso Incest er wel uitgooien. Ik bedoel, Incest is een fantastische Pokémon. En het hele concept ook helemaal toppie en zo. Maar ik heb toch liever die getrainde Ponyta. Oké, hij is wel heel zwak. Maar hij is zo cool. Oké, Incest, kom maar weer terug. Ik kies jou. Oké, nou, dit is in ieder geval een hele leuke Pokémon. We gaan er niks mee doen. Maar hij bestaat. Goede besteding van mijn masterbal. 10 van de 10. voor de rest veel succes met naar patronen zoeken. Ik vind het ook wel irritant wanneer mensen naar patronen gaan zoeken. Dat is waar heel veel domme dingen ook uit ontstaan hoor. Sommige patronen zijn echt gedocumenteerd. Zoals heel veel mensen die bijvoorbeeld moeten poepen nadat ze in een boekenwinkel ingaan. Maar je hebt ook van die mensen die... Arjen Lubach heeft er iets heel moois over in zijn Adieu God. Hij vertelde dat ooit op een dag was zijn kat was verdwaald. Zijn kat was al een paar dagen van huis. En hij was de hele dag aan het bidden. Van, yo God, please, mag ik mijn kat terug? En op een gegeven moment zei hij weer, yo God, mag ik mijn kat terug? En precies op dat moment, zo bam, zo is de kat er weer terug. En toen dacht hij helemaal van, wow, that's crazy. Alleen toen ging hij opeens nadenken dat hij van, ja, ik was eigenlijk al de hele dag aan het zeggen, yo, mag ik mijn kat terug? Dus, ja, mijn kat moet toch een keer terugkomen, dus... Het is gewoon kans en net zoals dat sommige mensen, dat je soms aan iemand denkt en dan even later krijg je een berichtje van die persoon. Dat gebeurt gewoon af en toe, maar dat komt omdat de hele dag aan mensen denken en de hele dag sturen mensen berichtjes. En op het moment komt dat samen. Je hebt ook heel vaak dat je aan iemand denkt, maar je krijgt geen berichtje van die persoon. Die zijn wel geweest, toch? Toch? Nee? Oké, dan is het goed. dit is de laatste gym. Toch? 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 Misschien? Ik hoop het. Anders dan ben ik weer mijn tijd aan het verdoen. We gaan hier even lekker naar binnen in ieder geval. Misschien was het een goed idee om mijn Pokémon tussendoor te healen. Misschien niet. Daar zijn de meningen nog een klein beetje over verdeeld. Maar wij onthouden vaak dingen die heel toevallig samenkomen. Zoals je denkt aan iemand terwijl hij je net een berichtje stuurt. Maar iedere keer dat je die persoon een berichtje stuurt terwijl je niet aan hem denkt. Of ja, die persoon denkt terwijl je geen berichtje stuurt. Dat onthouden we niet. Dus moraal van het verhaal, patronen, Chinees, restaurant. Haha. Johnny. Cool trainer, Arabella wil een Tauros erin sturen. Nou weet je, ik wil niet lullig doen, maar ja, doe maar, is goed. Ik vind het allemaal prima. Als jij jouw Pokémon erin gooit, gooi ik mijn Pokémon erin. Gaan we lekker vechten. Wat zeg je ervan? Hoppakee, Hydro Pump, 1 HP. Dat is een dode koe, of niet dan? Ja, het is meer een stier, maar... Ja, het verschil tussen een koe en een stier is wel aanwezig. Want een stier is helemaal een mannetje. En een koe niet.
Dat vind ik zo leuk, een barnyard. Ik weet niet of jullie barnyard nog kennen. Wij zijn beesten van de barnyard en houden van dansen. En dat zijn de bedenkers van, je bent jarig, jarig Jopje. Je bent jarig, neem een dropje. En in barnyard heb je Otis, en Otis is een koe, maar hij is eigenlijk een man. En in een van de afleveringen is het ook weer zo'n grap van, Otis, maar je bent toch een man? Waarom heb je eigenlijk uiers? Oh ja. Goeie vraag. Mannelijke koeien bestaan niet. Dat is wat de overheid wil dat je denkt. En dan kijk je een beetje naar een gemiddeld Nederlands weiland, zie je bijna alleen maar vrouwelijke koetjes. Wat eigenlijk een soort pleonasme is, toch? Als het dubbelop is. Vrouwelijke koetjes. Koeien zijn vrouwelijk, dus vrouwelijke koetjes nog op dubbelop. Net zoals een dood lijk. Of een arrogante YouTuber. We zijn allemaal arrogante zakken, doe je niks aan. Laat me zien hoe opgepompt ik ben dat blauw terug is. Nou, pompen. Ik ben niet zo opgepompt dat blauw terug is. Ik ben meer persoon voor de kleur rood. Wel een mooie sloking. Ik maak je dood. Dat rijmt. Johnny! Ik heb je niet voor niets lopen trainen. Ga er maar in, vriend. Om irritante waterpokémon dood te maken. Daar heb ik je voor getraind. Oh, dan wordt er een dikke confusion op je bek gegooid. Dat doet een beetje pijn. Pijnlijk momentje, maar ik heb toch fucking gigadrain hiervoor geleerd voor dit soort situaties. Inderdaad. Ik wou net zeggen, als het niet eens tot het oranje balkje van schade komt, ben ik wel een beetje teleurgesteld. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus, heel kort samengevat, ik ben teleurgesteld. Laag niveau teleurgesteld, maar wel gewoon van, hé, wat is er aan de hand? Je ging toch dood? Misschien kutte ik wel hit? Nee, toch niet. Oh, wat gaat de vijand een potion gebruiken? Waarschijnlijk wel. Ik ben Rick en ik heb paranormale gaven. Misschien gebruikt hij geen potion. Dat zou, mijn gigadrain is disabled. Dat is gewoon kinderachtig. Maakt niet uit. Wel heb ik confusion gesnapt. Neem wat zonlicht op. Maakt me niet uit of je een potion gebruikt. De volgende beurt ga je branden, vriend. Brand! Heks! Ik ben echt blij dat ik geen heks ben. Echt. Iedere dag ben ik weer wakker. Blij dat ik geen heks ben. Ik ben benieuwd in hoe waar dat is. De middeleeuwen. Nou, de middeleeuwen op zich zijn redelijk waar. Ik geloof wel dat de middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Ik bedoel meer dat in de middeleeuwen, dat is verhalen van de middeleeuwen, dat op de check of iemand een heks was, dan gooiden ze je met een blok aan je been in het water. En als je dan niet doodging, dan was je een heks. Als je doodging, dan was je geen heks. Maar als je niet doodging, als je het overleefde, dan was je een heks en dan kon je op de brandstapel. Maar dat is geen efficiënte manier om te bepalen of iemand een heks is. Wat ook nog eens deden was iemand wegen. En als ze een bepaald gewicht hadden, waren ze een heks. Wat? Moraal van het verhaal, mensen in de middeleeuwen zijn lijp. Niet te veel met ze omgaan. Ze hebben een slechte invloed op je kinderen. En ze verbranden misschien je kinderen. En ze verdrinken misschien je kinderen. Best wel balen als je vermoord wordt omdat iedereen netje een heks bent. Terwijl je bent eigenlijk gewoon heel goed in Pokémon. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Ik hoop dat we die Likkie dood gaan maken. Ja, het is redelijk logisch om te zeggen in een YouTube commentaar. Je hoort me niet vaak zeggen, die Likkie die mag me wel kapot maken eigenlijk hoor. Dat vind ik wel eerlijk. Nee, je moet gewoon dood, Likkie, motherfucker. Dikkie. Oh! Cholesterolspiegels. Through the roof. Hij is dik, snap je? Een obesitasje. Als hij een kledingstuk zou dragen, dan was het een obesitasje. Yes. Cool trainer. Niet gepompt genoeg. Ja, dat vond ik ook al. Ik ga even gaan naar het Pokémon Centrum. Dat zei ik net ook al. Ik dacht na het eerste gevecht even naar een Pokémon Centrum. Nou. Zo makkelijk werkt dat nou ook weer niet. Heeft deze stad een Pokémon Centrum? Natuurlijk hebben ze een Pokémon Centrum. Waarom zouden ze geen Pokémon Centrum hebben? Goeie vraag. Dat vraag ik mij ook wel eens af. Zullen we mijn Pokémon laten rusten? Rustig. Fucking die rustig meme. Het bevestigt maar mijn theorie dat de meeste Nederlandstalige memes, internetgrappies, maar uit één woord bestaan. Omdat wij Nederlanders gewoon te dom zijn voor een meme die bestaat uit meerdere woorden. €5, dat is 2 woorden. Op je muil gauw, nou vooruit. Dat is het. Wat kinderachtig, godverdomme. Dat is een beetje kort maar krachtig. Ook goed. Oh, nou, die persoon verdient te vechten, dat is fijn. Hey, daar hebben we hem al. Oh, ik had met die persoon nog gevochten, dat verklaart een hoop. Yo, cool trainer Bonita. Kom vechten dan met je Spinda. Goed je Spinda up in the air. Oké, eens even een lekkere surf doen. Ik heb geen idee. Spinda out een surf. Doet sowieso pijn. Oh, nou, dat ging beter dan verwacht. Hey. Dat ging best goed. Een Sudowoodo. Wil ik van Pokémon veranderen? Sudowoodo is een beetje een gare Pokémon, want hij is rock en gras, als ik me niet vergis. Hij is ook best rock en noor. Ik heb geen idee wat voor type je bent, maar je gaat kapot, vriend.
Oeh, heeft hij nou nog 1 HP? Heb ik hem geen HP'd? Dat zou best kunnen, dat hang on with sturdy, dat inhoudt dat hij nooit in de eerste beurt gedood kan worden. Wat best handig is, Sudowoodo, maar je bent wel kapot, mijn vriend. Zo dan. Sudowoodo, boost de XP shit, yay. Maak je mijn naam belachelijk? Sowieso, Bonita. Hey, lieve kijkertjes, dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Ik ga livestreamen met mijn badjas aan. Niet nu, als je dit kijkt, dan is het alweer geweest, maar ik heb gelivestreamd. Misschien was je erbij. Ik en mijn badjas gaan lekker tijdreizen naar een andere dimensie om nog meer shinies te pakken. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van de Pokémon Fusion Generation. Dankjewel voor die kijken. Doei! Ben ik helemaal de grap vergeten. Bij deze dan. In welke Nederlandse stad hebben mensen het meeste pijn? In Leiden! Ah, 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 ah! Ha, oh! Eindig mij!